Mijn naam is Jos Jaspers en ik ga jullie vertellen over mijn project waarbij nieuwsartikelen verrijkt worden tot waardevolle nieuwsdossiers. Ik heb tijdens het innovatieproject 4 concepten gemaakt. Ik heb met meerdere mensen gesproken, een video gemaakt, een adcampagne op Facebook gedraaid, gebannerd en veel sociale media ingezet. Ik heb hiermee veel onbekende bezoekers getrokken. Online consumenten stellen prijs op visuele content zoals foto's, video's en infographics. Denk aan het succes van YouTube en Pinterest. Uitgevers en mediabedrijven zijn op zoek naar nieuwe online formats en nieuwe businessmodellen. Nieuwsdossiers bieden op al deze vlakken mogelijkheden. Mijn concept past ook in de strategie van Nieuw Nu, innovatief blijven als merk en de lancering van nieuwe redactionele formats. Gemiddeld duurt een bezoek meer dan 10 minuten en de bezoekers hebben bijna de volledige sites bekeken. Uit de resultaten van mijn online polls trek ik de volgende conclusies. Er is behoefte aan meer context en meer achtergrondinformatie. Content dient visueel aantrekkelijk te zijn. En bezoekers geven aan dat nieuwsdossiers als waardevolle toevoeging voor de online nieuwsvoorziening zijn. Deze conclusies sluiten aan bij de feedback die ik ontving uit de persoonlijke gesprekken. Waarom dan kiezen voor het Nieuw Diepgang? Nieuwsdossiers bieden een rijke nieuwservaring, sluiten aan bij online trends, voorzien een behoefte naar meer context en achtergrond en sluiten aan bij de strategie van nu.nl. Nieuw Diepgang biedt veel kansen om de bestaande doelgroep te behouden, maar zeker ook om nieuwe doelgroepen aan te trekken.